Goedemiddag, komt u verder? Hey Yves, alles goed? Goed hoor, super. Waar zijn we vandaag? Jullie zijn in mijn huis in Zandvoort. En woon je hier al lang? Al 24 jaar. Maar je bent toch ook 24? Dat klopt. Met wie woon je hier allemaal? Met mijn ouders. Zouden we de rest van het huis ook mogen zien? Kom verder. De woonkamer. Lig je hier nou veel, hè? Op de bank? Nou, het komt wel eens voor dat ik hier neerplof zo. Maar je bent toch niet zo heel erg veel thuis? Nee, maar als ik er ben, dan lig ik op de bank. Dus je helpt je moeder nooit met het huishouden? Zelden. Zie ik hier nou een flinke drankenkast? Ja, nou, het komt wel eens voor dat ik na optredens nog wat meekrijg, zoals een flesje champagne. Je bent pas ook op wintersport geweest, toch? Klopt. Maar je hebt meer après-skiet dan geskiet, heb ik begrepen. Nee, beide hoor. Beide. Maar ik ben een goede après-skier, maar ook een zeer goede skier. Tenminste, vind ik van mezelf. Als ze danst, dat was je grote hit, toch? Nou ja, één van de. Kun je zelf eigenlijk een beetje dansen? Nee. Niet. Gewoon totaal niet. Nee. Moet je me niet vragen. Dat is heel gek. Dus je gaat een dansopleiding doen? Nee. Misschien een volgend leven, maar ik denk niet binnen nu en korte tijd. Nee. Maar je hebt wel gestudeerd. Ik heb gestudeerd. Hotelmanagement. 4 jaar lang. Diploma en gokken. En nu? Fulltime zanger? Nu fulltime zanger. Ja, al een jaar of 3. Kom mee jongens. Tweede verdieping. Was je nou altijd al zo muzikaal? Nee, niet per se heel erg muzikaal. Ik was wel altijd al groot bewonderaar van de Marco Bassato's, René Vroeger, Goren Joling. Daar luister ik als jonge jongen vroeger altijd heel erg naar. En nu heb je gewoon bij ze op het podium gestaan. Ja, vorig jaar mocht ik bij ze op het podium staan tijdens de halftime show in de arena. Dat was echt heel erg vet om te doen. Echt ja, wel een beetje een droom die uitkwam. Ben jij een moederskindje? Nee. Ik ben geen moederskindje. Ik hou wel heel erg van veel van mijn ouders. Ja, je pa gaat overal mee naartoe, toch? Klopt. Die is bij iedere optreden van mij betrokken. En die rijdt altijd en voorziet mij van alle dingen die erbij komen kijken. Ja. Yves, zing jij onder de douche? Nou, niet vaak. Ik kijk wel nog eens tv in bad, zoals je hier kunt zien. Maar zingen? Nee, dat doe ik op het podium. En waar is nu je eigen kamer? Kom mee. Ja, nu gaat het gebeuren. Hoeveel chickies zijn hier al geweest? Dat is een gewetensvraag. Nou ja, een paar. Maar nu dus vrijgezel? Nu vrijgezel al een 10 maanden. Zie ik daar nou een Ajax-shirt aan de muur? Ja, dit is wel een belangrijk ding. Een gedragen shirt van Zlatan. Met alle handtekeningen van het toenmalige team. Met daarnaast een award? Ja, Buma NL, grootste talent. Toen de tijd heb ik dat mogen winnen en daar ben ik nog steeds erg trots op. Waar zie je jezelf over 5 jaar? Nou, ik hoop over 5 jaar wel bij de... Ja, de top 5 van de succesvolste Nederlandstalige zangers misschien. Zet ik hoog in nu? Nee, het schelen. En André Hazes, ook aan de muur? Ja, ook een belangrijke. Ik heb deze ooit in een café gezien en die vond ik zo mooi. Ik vroeg aan de kroegeigenaar of ik hem mocht kopen. En hij zei, als je hem heel erg mooi vindt, dan hoef je er niks voor te betalen. Maar dan kom je bij een keer optreden en dan mag je meenemen. Kom je nou veel in de kroeg? Nou, ik zit voor mijn werk sowieso veel in de kroeg. En het gebeurt ook nog les als ik vrij ben dat ik met mijn vrienden een borreltje ga halen. Dus zit ik veel in de kroeg. Ja, ik zit eigenlijk wel veel in de kroeg. Ja. Hey, binnenkort weer op reis, hè? Ja, klopt. Ik mag al 3 jaar op rij iedere juni een optreden verzorgen samen met andere collega's in Ibiza. En dat is niet verkeerd, nee. Zo'n snoepreisje af en toe. Heb je eigenlijk ooit een baan gehad? Ja, zeker. Mijn eerste baantje was afwasser. En je kijkt uit op zee, toch? Huis met uitzicht op zee, ja. Kom, wil je het zien? Oh, oké. Okay. Puk, hè? Ja, dit is ook wel een favoriete plek van mij, hoor. In de zomer, die er nu aan zit te komen, lig ik hier geregeld. Wat ga je nu doen? Wat ik nu ga doen, ik denk even het terras gewoon spuiten. Dus als jullie droog willen blijven, dan zou ik zeggen... De groeten. Oké. En tot de volgende keer. Dag, hè. Doei. Doei.